Voorzichtig glijdt een zeester over de Waddenzeebodem. Hij is niet alleen. Ze zijn iets op het spoor. Deze zeesterren hebben honger en zijn op jacht. Jawel, zeesterren zijn jagers. Ze zijn op zoek naar de mosselen. Voorzichtig betasten de zeesterren de mosselen. Zodra de mossel even zijn schelp opendoet, slaat de zeester toe. Met zijn zuignappen houdt hij de beide helften van de mosselschelp goed vast. Hij probeert zo de schelp open te trekken. Maar de mossel is ook behoorlijk sterk en geeft zich niet zomaar gewonnen. Hij begint moe te worden en krijgt door de sterke armen van de zeester geen water in zijn schelp. En dus ook geen zuurstof meer. Na een paar uur geeft de mossel zich over. En dan is het etenstijd voor de zeester. De zeester kan de mossel onmogelijk doorslikken. Hij heeft hier een bijzondere manier voor gevonden. Hij duwt zijn maag door zijn mond naar buiten, zo de schelp in. En de maag verteert de mossel. Eenmaal klaar haalt hij zijn maag er weer uit. En gaat de zeester weer verder op jacht. Zeesterren zijn soms met heel veel. En kunnen dan complete mosselbanken opeten.